Welkom terug bij Total Concertbeelders. Een belangrijk hoofdstuk heeft reeds plaatsgevonden. Dat is het uitzetten van de vloer. Zodat je met de tegels overal mooi uitkomt. In dit geval zijn we nu bezig met het mengen van de lijm. En wij hebben hier een hele speciale emmer van Urofol met matendrol. Belangrijk bij het mengen van lijm is de juiste hoeveelheid water. Te weinig water, de lijm wordt te dik. Te veel water, de lijm wordt te dun. Tegels gaan drijven, zakken weg en blijven dus niet mooi op hoogte liggen. En het is een drama met het plakken van de tegels. Dus lees goed de verpakking, hoe simpel het ook lijkt. Zorg voor deze mooie maatbeker van Urofol en meng exact de juiste hoeveelheid water met lijm. Zoals in dit geval ziet, eerst het water, dan de lijm. En niet omgekeerd. Dus nogmaals, eerst het water, dan de lijm. En vooral goed mengen. Want klonten in de lijm betekent simpelweg dat je weer problemen krijgt met het plakken van de tegel op de ondergrond. Blijf ons volgen op het YouTube-kanaal van Total Concert Beelders en leer alles over het verbouwen van een huis. Mijn naam is Fred Toppie en u kunt onze website bezoeken. www.aannemerinamsterdam.nl aannemerinamsterdam.nl